Ik bedoel, ik schaam me nergens voor eigenlijk, maar het is toch wel een beetje privacy schending. Ik bedoel, iedereen moet zijn ding gewoon kunnen doen op het toilet. Ik vind het eigenlijk best wel raar dat je gefilmd wordt als je naar de wc gaat. Dat is toch wel iets privés. Ja, geen prettig idee, maar toch hangt er in menig Nijmeegse kroeg een camera bij of zelfs op de toiletten. Zo blijkt uit onderzoek van Dagblad de Gelderlander. Bij Café van Rijn in de Nijmeegse binnenstad is dat ook het geval. Ingang van toilet met spiegel en wasbak. En overzicht vanuit een andere hoek in de zaak. De camera op het toilet bij Café van Rijn valt binnen de normen, aangezien die niet op plassende bezoekers staat gericht. Maar de uitbater van de kroeg snapt zijn collega's die dat wel doen. Als je kijkt zeker naar drugsgebruik, drugsdealen, als er twee heren naast elkaar gaan staan bij de urinoirs waar niet gefilmd mag worden, die snel wat van hand tot hand laten gaan, zijn de geld of verdovende middelen, of het eventueel gebruiken, snuiven, het slikken van pillen zelf, ja, dat kun je op maar één manier detecteren door dat te filmen. Plassende bezoekers filmen mag alleen niet. Ook al is het soms om bijvoorbeeld het dealen van drugs of ongewenste intimiteit tegen te gaan. Wat ik lees en wat er gebeurd is, er is een grens overschreden als het gaat met betrekking tot de wet op privacy. En aan de andere kant begrijpen wij natuurlijk dat die ondernemer er alles aan doet om de veiligheid in zijn zaak te waarborgen. We kunnen moeilijk daar een bewaker bij zetten om te kijken wat gebeurt hier op die toiletten. Dus ik kan me voorstellen dat ondernemers wel zeggen, ja jongens, maar ergens eindigt het een keer met onze mogelijkheid om dat soort dingen tegen te gaan.